Hallo allemaal, welkom bij het programma Schoften. In dit programma laten we documentaires zien van voornamelijk oorlogsmisdadigers. Vandaag gaan we kijken naar een korte documentaire van wat je zou kunnen noemen de schof- en oorlogsmisdadiger Andries Pieters. Deze man kreeg 60 jaar geleden als laatste in Nederland de doodstraf. Vroeg in de ochtend rijdt er een klein busje voor. Een paar marechaussées stappen uit en gaan de gevangenis in. Enkele momenten later komen ze met een geboeide gevangene tussen hen in weer de gevangenis uit. Nog steeds in het half donker rijden ze naar de militaire schietbaan midden in een verlaten gebied, de Waaldorpsvlakte. Twee marechaussées binden de gevangenen vast aan een paal. De andere gaat tegenover hem staan. In totaal 12 mannen met 12 geladen geweren. Op het bevel van de districtcommandant vuren ze tegelijk af. Direct daarna controleert een arts of de man de paal daadwerkelijk dood is. De hele procedure heeft nog geen 10 minuten geduurd. Dit gebeurde met de oorlogsmisdadiger Andries Pieters op 21 maart 1952. Dat was de laatste keer dat de doodstraf in Nederland werd uitgevoerd. Hij was een van de laatste 39 oorlogsmisdadigers die na de Tweede Wereldoorlog door de staat zijn geëxecuteerd. Andries Jan Pieters werd geboren in 1916 in Lexula, in het oosten van Nederlands-Indië. In 1924 verhuisde de familie Pieters naar Groningen, waar Andries na een mislukte schoolcarrière het leger inging. Ongeveer een jaar na de capitulatie sloot hij zich aan bij de Vreemde Legioen Nederland, een onderdeel van de Duitse SS. Zo kon hij als anticommunist strijden tegen het communisme. Het verhaal van Pieters begint eigenlijk pas echt in het laatste oorlogsjaar. Nadat hij gewond was geraakt aan het oostfront, kwam hij begin 1945 terecht bij het jachtverband Noordwest in Neunstrittlich. Daar kreeg hij als SS-onderlid een groep van ruim 30 man onder zich, die hij trainde voor ondergespecialiseerden om uit te schuimen gevechtstaken in Nederland. Ze noemden zich het Commando Zeppelin, ofwel Commando Steinbach, naar de schuilnaam van Pieters. Begin april 1945 trokken ze naar Nederland. De oorlog had nog maar een paar weken te gaan. Op 6 april trok Pieters met zijn mannen het kasteel Groot Engelenburg in Brummen, een klein plaatje vlakbij Zutphen. Dankzij tips van de plaatselijke SS en SD wist hij in een mum van tijd tientallen verzetslieden te arresteren. Het prachtig gelegen kasteel veranderde binnen enkele dagen in de martelgevangenis. Pieters en zijn vrienden wilden het plaatselijk verzet uitroeien en stonden daarbij niets voor niets. Slaan met gummiknuppels, afbinden van geslachtsdelen, brandende kaarsen uitdrukken op lichamen, gloeiende poken, spijkers onder nagels slaan en verkrachting. Op maandag 9 april 1945 kwamen ongeveer 15 SS'ers bij ons aan huis en werden wij gearresteerd. Wij werden op een vrachtwagen geladen. Vervolgens werden wij overgebracht naar het landgoed Huizen Groot Engelenburg te Brummen. Was er een moord op? Doorlopend klonk gillen, schreeuwen van de mannen die geslagen, geschopt, gefolterd werden. Door de chef, genaamd Pieters, werd mij een verhoor afgenomen dat vergezeld ging van vuistslagen in mijn gezicht en stokslagen op mijn handen. Pieters was bekend van terreur die hij uitgeoefend had tegen vermeende verzetstrijders. Hij heeft zich gruwelijk misdragen. En daarvan werd na de oorlog ook gezegd dat zoiets gruwelijks als hij geflikt had, dat men dat bij niemand was tegengekomen. Sterker nog, hij schijnt vlak voor de bevrijding zelfs gearresteerd te zijn door Lages. Hè? Omdat het zo gruwelijk was. Toen duidelijk werd dat de Canadezen elk moment op de stoep konden staan, vluchtten Pieters en de groep Groot Engelenburg. Dat was vrijdag 13 april 1995. Voor ze vertrokken schoten ze door 8 gevangenen dood. Die middag werden lijken gevonden, drijvend in de kasteelvijver. Pieters was toen al lang en breed op weg naar Loodrecht, waar hij weer een prachtig landhuis voor het commando had geregeld. In het Witte Huis in Loodrecht begon het hele verhaal weer opnieuw. Eerst de jacht op de verzetstrijders en daarna de gruwelijke martelingen. Pieters en zijn mannen gingen zo ver dat er iets ongekends gebeurde op 3 mei 1945. Ze werden gearresteerd door de Duitse politie. In opdracht van niemand minder dan Willy Leitch, tijdens de bezetting, het hoofd van de SD. 2 dagen later was Nederland bevrijd. De doodstraf was al in 1870 afgeschaft, maar werd in 1945 opnieuw ingevoerd voor de bestraffing van de oorlogsmisdadigers. Tijdens de bezetting had de regering besloten dat er na de bevrijding speciale maatregelen moesten komen voor de oorlogsmisdadigers. Er kwam een bijzondere rechtspraak en er kwam een bijzondere straf voor de allerzwaarste oorlogsmisdadigers, de
de doodstraf. In het algemeen zou men kunnen zeggen dat in zware gevallen langdurige gevangenisstraffen worden opgelegd. In zeer zware gevallen levenslang en in de allerzwaarste de doodstraf. Wat men dan daarbij zwaar vindt, kan maar niet in woorden worden uitgedrukt. Het is een kwestie van aanvoelen. In eerste instantie kreeg Andries Pieters daadwerkelijk de doodstraf. Er waren tientallen getuigenverklaringen, zowel van marteling als van executies. Alle gruwelijke verhalen stapelden zich op. Het besluit ging dan ook zonder problemen en de straf zou uitgevoerd worden in juni 1949 in Amsterdam. Toch bleek het nog geen uitgevogelde zaak, want in deze zware gevallen volgde na de eerste uitspraak altijd een beroep. Dat was immers wettelijk verplicht. En in cassatie bleken de zaken gecompliceerder te liggen. Pieters had weliswaar gevangeniszwaar mishandeld, dat gaf hij eerlijk toe. Maar de ergste martelingen bleken niet door hemzelf, maar door zijn ondergeschikte te zijn verricht. Ook zijn betrokkenheid bij de moord op de 8 gevangenen in Brummen was lastig te bewijzen. De bijzondere raad van cassatie was niet tevreden met de procesgang en vernietigde het vonnis. Pieters kreeg een nieuw proces, dit keer in Haarlem. Daar werd zijn doodstraf omgezet in levenslang. Openbaar aanklager meneer G.R. Nubé ging in beroep bij de bijzondere raad van cassatie. Opnieuw hield de advocaat van Pieters, meneer Van Del, een betoog. Dit keer was de bijzondere raad van cassatie niet overtuigd. Van de 7 leden waren er namelijk 5 voor doodstraf en 2 voor levenslang. In november 1951 viel een opmerkelijke beslissing. Het werd alsnog de doodstraf. Binnen 2 jaar ging Pieters van doodstraf naar levenslang en weer terug naar doodstraf. Alleen gratie zou nu nog kunnen redden. In principe was de koningin die gratie verleende, maar zij liet zich adviseren door de minister van Justitie. Juliana was een verklaard tegenstander van de doodstraf en juist in haar regeerperiode kwamen een aantal belangrijke gratieverzoeken aan de orde. De koningin kon de minister niet dwingen een doodstraf om te zetten in levenslang. Maar ze kon de zaak wel flink vertragen door gratieverzoeken op haar bureau te laten liggen. Struiken, minister van Justitie van 1950 tot 1951, wist de impasse tijdelijk te doorbreken. Hij sprak af met Juliana dat de gekozen oorlogsmisdadigers zouden worden geëxecuteerd. Onder andere Andries Pieters dus. Na een kabinetcrisis werd Struiken opgevolgd door Mulderij, eind 1951. De nieuwe minister was de voorstander van een harde lijn. Hij wilde de uitvoering van de doodvonnissen. Het kon toch niet zo zijn dat de zwaarste oorlogsmisdadigers zo makkelijk weg konden laten komen? De koningin hield vast aan gratie. Uiteindelijk sloot ze een deal. Executie van Pieters en Albrecht in ruil voor 6 gratieverleningen. In 1983 is de doodstraf uit de Nederlandse grondwet geschrapt. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid... In 1948 krijgt een andere koningin en die heeft problemen met de doodstraf aan oorlogsmisdadigers. En verschillende ministers die komen in de problemen omdat afwijzingen van gratieverzoeken op het bureau van de koningin bleven liggen. En je krijgt dan eigenlijk dat 3 ministers op rij, die zitten in het begin van de jaren 50, deals gesloten hebben met de koningin. Op dat moment hebben de meeste ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers al gratie gekregen. Er blijven nog 9 gevallen over waar de minister van Justitie en de nieuwe koningin Juliana over moeten beslissen. Het gaat om de beruchte 4 van Breda, 3 minder bekende Duitsers, plus de SD'er Albrecht en de SS'er Pieters. De minister heeft grote moeite met gratieverlening, Juliana met de doodstraf. Uiteindelijk komt er een compromis. 6 krijgen gratie, in ruil daarvoor zullen Pieters en Albrecht ter dood worden gebracht. 1 geval, Willy Lages, zal nog verder worden onderzocht. 21 maart 1952. Het was zover. Op deze dag werd er een einde gemaakt aan de gruwelijke 36-jarige oorlogsmisdadiger Andries Pieters. Het kwaad straft zichzelf. Dit was het voor vandaag. Zie je graag terug bij de volgende aflevering. De volgende keer.